Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Michael Minnebo en dit kanaal gaat over comics, strips en geeky zaken. En dit is een tweede deel in een serie flashbacks die ik aan het opnemen ben. Waarbij ik afscheid neem van 2020, het rampjaar 2020. En dat doe ik door terug te blikken, om te kijken, door te kijken naar wat ik op Instagram allemaal heb geplaatst dit jaar. En dat vind ik een mooie manier om terug te blikken. Want zo komt er toch van alles... Langs wat ik bijvoorbeeld gelezen heb, waar ik mee bezig ben geweest als vlogger en als journalist en als stripliefhebber. En ik vind dat wel een fijne, fijne manier. Dit is een prachtige tekening, potlood tekening, van Mike Zack, die hier de Punisher versus Spider-Man heeft getekend. En het is echt bijzonder mooi hoe gedetailleerd zoiets er toch uitziet. En dat hij zelfs dus de zwarte vlakken heeft ingevuld. Als een tekenaar dat niet doet en alleen maar kruisjes zet, dan noemen we het vaak een breakdown. Uh, dan moet de inkter namelijk zelf bepalen waar de zwarte vlakken terechtkomen. En uh, nu laat Zack heel duidelijk zien: van ik wil het zo hebben. Je ziet nog wat mensen op de straat zelfs. Hier loopt een stelletje. Dit is echt leuk om hier heel lang naar te kijken. Maar dan worden de vlogs een beetje lang mee. Dus je kunt hem even stilzetten als je nog meer wilt zien. Maar ik vind het heel fijn om dit soort dingen dus te delen. Ik hou heel erg van goed tekenwerk. Ik hou erg van McFarlane Spider-Man, die je hier voorbij ziet komen. Thanks, nou graag gedaan, Spidey. En ik vind het gewoon, ja, Spider-Man is gewoon mijn favoriete personage. Hij is de meest menselijke superheld die er is. Vind ik. Ik identificeer me daar het beste mee. Niet dat dat een belangrijke vereiste is, per se. om met helden mee te leven, bijvoorbeeld. Uh, want ik leef ook heel erg mee met Iron Man. En ik ben geen miljonair. En ik heb ook niet zo'n mooi uh, harnas uh, armor bedacht. Ik ben ook geen uitvinder in dat opzicht. Maar Spider-Man was een tiener toen ik hem leerde kennen. En een jongen met gebreken, dat herkende ik ook wel in mezelf. En het thema is zo mooi. With great power comes great responsibility. Met andere woorden, als je de mogelijkheid hebt om mensen te helpen en de macht om dat te doen, dan moet je dat eigenlijk doen. Het is een... Uh, thema wat me heel erg raakt. En Spider-Man ziet er voor de rest gewoon fantastisch uit. Ook zijn, zijn krachten zijn leuk. Zijn, ja, interessant als zijn levende spin. En zijn kostuum is gewoon fantastisch. In tekenlijk 2 februari 2020 hadden we vlog 300. We gaan nu al richting de 500. Jesus Christ. Wat ben ik gaan doen? Wat heb ik met mijn jaar gedaan? Ik heb heel veel binnen gezeten. Net zoals jij. Dus is ook heel veel gevlogd. Ik had toen nog een baard, zie ik. Ik vind, en, uh, nou ja, goed. ik vind het wel heel leuk om dat nu terug te zien. Dat was toen vlog 300. Was ik heel blij mee. En ik beantwoord meteen wat kijkersvragen zei ik. Geen zorgen, de volgende keer behandelen we wel weer een mooie strip. Nou, ik vind het ook wel leuk om jullie vragen te beantwoorden. Ik hoop dat jullie dat ook leuk vinden. Als ik dit opneem, heb ik de vorige nog niet online gezet. Dus ik weet niet of jullie die leuk vonden of niet. Maar ik ga er gewoon lekker mee door. Want ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Dit is een. Uh, oorspronkelijk een cover getekend door El Milgram. Het was een uh, Web of Spider-Man cover. Met een moordenaar die uh, modellen in mootjes hakt. Dus het is een slasher. Hoe tof is dat? Het is een Spider-Man versus een slasher. En het is toch wel een hele sfeervolle tekening, vind ik. Spider-Man in het zwarte kostuum. Het is niet het alien kostuum, maar het is gewoon van stof. En hier wordt een model belaagd. Gewoon een mooi zwart witwerking Dat heeft hij goed... Afgekeken, misschien wel van Frank Miller toen al, want die deed dat al heel vroeg in zijn carrière. Niet alleen met Sin City. Uh, ik vind het een mooi, mooi beeld. Ook de, het licht door het raam. Het is gewoon een goede cover. En het is gewoon een mooi beeld. Klaar. Dat soort dingen. Daarvoor vind ik, is Instagram voor uitgevonden. Maar misschien ook wel om gewoon foto's te laten zien van je bloemenvaas. Dat mag ook allemaal natuurlijk. Dit is een stil uit de eerste Spider-Man-film van Sam Raimi. Met Tobey Maguire als Peter Parker. En de mooie, lieve Kirsten Dunst als Mary Jane Watson. En hier tekent hij zijn kostuum. Omdat hij een wedstrijd wil winnen een worstelwedstrijd om een auto te kunnen kopen. Om indruk te maken op MJ. Ik vind het mooi hoe ze dit hebben gedaan. Je ziet Mary Jane op de achtergrond. En het is echt een, een stripplaatje. Maar dan ja, in beeld, echt live action. Goed gedaan, jongens. Mooi, mooi, mooi gedaan. En ik, ja, het is een van mijn favoriete Spider-Man-films nog steeds. En dit is een mooie, ook uit veel Spider-Man <laughs> zie ik. Misschien, uh, misschien wel een beetje te veel aan de andere kant. Who cares? Dit is door Tim Sale getekend. En dit is uh, Spider-Man Blue. En daar wordt de geschiedenis tussen. Gwen Stacy, de romance tussen Gwen Stacy en Peter Parker... nog eens een keer herhaald, zeg maar, en ingevuld. Tim Sale en Jeff Loop. Loop heeft het geschreven. Ik denk dat ze heel veel samenwerken, hoor, qua verhaal. En uh, ze hebben natuurlijk samen ook uh, beroemde Batman-verhalen gedaan... zoals de Long Halloween. Dit vind ik een mooie tekening. En uh, ga even tegen uh, de Brooklyn Bridge hier op de achtergrond. Ik ben daar ook geweest... Dan heb ik Gwen Stacy Herdacht. Dat heb ik ook in mijn boek My Friend Spider-Man. Duidelijk beschreven. Wat het toen door mij omging. In mij omging, zeg maar. En hoe dat voelde. Hoe emotioneel dat eigenlijk was. Als een stripfiguur overlijdt. Raak je dat toch? Nou, dit is gewoon een van de vele turbo-boosts van Kit. Want ik ben dit jaar heel erg veel bezig geweest met Nightwider. Ik ben een boekje aan het schrijven over Nightwider. As we speak. Nou ja, niet letterlijk nu, maar. Ik wil volgend jaar twee Small Press gaan uitgeven. En eentje wordt het boekje over Knight Rider. In ieder geval. En ik vond de Turbo Boosts altijd het aller, aller tofste van de serie. Ja, dat was een vlog over de aankomende editie van de Dutch Comic Con. En um, je hoort regelmatig in mijn vlogs sirenes. Want ze rijden nogal wat af hier in Amsterdam. Uh, vooral onder mijn raam. En vooral net als ik aan het vloggen ben. Maar dat even terzijde: die aankomende editie die moet er nog steeds aankomen. Want die is natuurlijk uitgesteld. Maar Marcel en ik, de stripvlogger en ik, hadden allebei een vlog gemaakt over de onthulling van de poster. Dat vond ik heel leuk. Want ik was opeens. Uh, figureerde opeens in uh, een video van Marcel. En, uh, en hij en die van mij. En uh, dat was gewoon heel leuk. Oh ja, en die, ik had toen ook bij die uh, poster reveal iemand gesproken bij de American Book Center. En ik dacht... Uh, ik ga het eventjes... Uh, we hadden het over boeken. Zoals was een Buffy the Vampire Slayer fan. Ik zet het even op Instagram en dan link ik haar eventjes. Dan weet ze het tenminste. Dit is mijn boek natuurlijk. Mijn vriend Spider-Man de Geeks en Fancultuur. Die uh, een paar jaar geleden uitkwam. Zo'n beetje het hoogtepunt van, van mijn leven toch wel. Voor mijn werkende leven. Ik ben heel blij met dat boek. En dit is een heel leuk boek. The Oral History of... A Buffy the Vampire Slayer, en Angel. En dat is toch wel leuk om te lezen. Ook al komt Sarah Michelle Geller verdomd weinig aan het woord. Dat is al een beetje jammer met dat soort boeken over tv-series. Dat de grote, de grote helden van die series, de grote acteurs, die komen eigenlijk nooit aan het woord. Nooit! Bijna niet! Maar wel figuranten hebben ze aan het woord. En iemand van de catering. Maar goed, toch was het leuk om dit te lezen. George Whedon, uh, het is allemaal verzamelde interviews. Citaten van interviews. En sommige hebben ze ook zelf afgenomen, deze twee mannen. En dit is gewoon uh, stripnieuws onder de loep. Dat heb ik ook gedaan, nog dit jaar. De, het, 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 het tijdschrift van het stripschap. En laten zien wat er allemaal in verteld wordt. Marcel had laatst een vlog over hoeveel tijdschriften er wel niet zijn. Striptijdschriften in Nederland. Hij kwam tot 18. Want hij rekende ook Furoren mee van Piet Schreuders. En die heeft af en toe wel eens een special over. Strips, maar die komt maar één keer per jaar uit, geloof ik, vuuroren, Of één of twee keer per jaar. En stripgids noemde die ook. Die komt maar twee keer per jaar uit. Ik vond het heel erg leuk om dit uh, te laten zien jullie. en jullie. ik vond deze covers ook heel bijzonder leuk. Ik bedoel, you can't go wrong with Jan Kruis En dit is uh, Willem Vleeshouwer, volgens mij, die dit getekend heeft. De kerstcover. De kerst Edward Scissorhands met Johnny Depp. Back in the day, voordat hij... Amber Hart had ontmoet, dus toen hij nog gelukkig was. Ah, hij is nu ook wel weer gelukkig, volgens mij, want hij is van eraf. Maar uh, ja, Edward Scissorhands van Tim Burton. In de tijd dat ik nog heel graag naar Tim Burton-films keek en dat elke Tim Burton-film gewoon tof was. Nou, ja, dit is gewoon een plaatje van Buffy de Vampire Slayer met semi-inkijk. Ik denk dat ze, dit van het eerste seizoen is zo te zien. En het is een Photoshop-duidelijk, als je goed naar de achtergrond kijkt. Maar ja, zo maakten ze vroeger ook die promotiedingen. Past wel goed bij, uh, bij die we net zagen. Comic versus Strips. Nieuwe vlog over mijn spagaat tussen de Europese stripwereld en de Amerikaanse comics. En ja, die spagaat, daar zit ik mijn hele leven al in. Ook als journalist heel veel over Europese strips geschreven. Terwijl mijn hart eigenlijk ligt bij Amerikaanse stripcultuur Amerikaanse cultuur in het algemeen. En um, ja, dat zal altijd wel zo blijven, denk ik. Alleen op dit kanaal zie je dat ook wel een beetje terug. Oh. neem maar even een slokje thee. Ik hou ook van de Europese strip, begrijp me niet verkeerd. Maar comics hebben iets... Ja, daar ga ik me binnenkort nog wel wat meer over vertellen. Want dat is een thema wat ik eindeloos interessant en fascinerend vind. Dit was heel leuk. Dit is... Niemand minder dan Willem Ritstier. Die had een mooi boek uit. Het vervolg op Wilskracht. Namelijk Opstaan en Doorgaan. En ik was door de uitgeverij ingehuurd en gevraagd om hem te interviewen. Het is uitgeverij sub -Q. En eigenlijk nu... Uitgrijf, uitgeverij Q. Mooi boek. We zaten in Donner in Rotterdam. En dit is februari, 24 februari 2020. Deze vlog schiet er niet heel erg op. Ik heb natuurlijk heel veel geplaatst. Maar ja. Eh, als je het niet leuk vindt om te kijken. Dan kijk je het gewoon niet. It's all good, buddy. Eh, ik vind het gewoon leuk om vlogs te maken. en dingen met jullie te delen. ik kan me voorstellen dat het niet alles jouw kopje thee is. Dat je denkt, nou ik ben nou een beetje minder bomoel. Ik heb heel veel Inferno gelezen van Marvel. in begin dit jaar. En dat is dan research voor een artikel in Apple Later. Dit is weer een reclame voor een vlog. Want Ger Apeldoorn had een leuk stukje over Selbusima. en een tekening van de hulk die hij had laten maken door Cel um, toen hij bij Junior Press was in Nederland. Selbusima is mijn favoriete hulktekenaar. En ik vind het dan weer leuk om daar een vlog over te maken. Over zo'n stukje van Ger. Ik heb trouwens foto's van Junior Press van Ger. Uh, die ga ik denk ik binnenkort, daar ga ik ook een vlog over maken, denk ik. Uh, foto's van Selbissima signerend op de stripdagen begin jaren 90. Dit is een Batgirl fan, denk ik. Fanart, weet ik niet zeker, maar die zit dan in mijn, in mijn mapje van stripplaatjes. Gewoon mooi. Batgirl is een leuk personage. En ik moet... Ooit nog eens een keer gaan beginnen met de serie te lezen. Maar de vraag is altijd een beetje bij DC: welke versie ga je lezen? En welke nummer 1 ga je lezen. Even kijken. Dit is gewoon een vintage pulp pin-up. Nou ja, daar hou ik gewoon erg van. Ik hou van mooi getekende vrouwen. En van getekende mooie vrouwen. En uh, Sumi, weet je wel, het hoeft allemaal niet uh, bodyrealistisch te zijn. Wat je in strips ziet. Want De meeste superhelden kunnen wel inpakken. Nou, dit is John Romita Senior. Hier nog gewoon als John Romita. Uit uh, de lange tijd. Misschien jaren... Nou, kijk, Spider-Woman is hier. Dus het moet jaren tachtig zijn geweest, denk ik, deze foto. Al. Star Wars. Tarzan Thor En uh, villains. Deze ken ik niet. Die zie op de achtergrond. Maar hij was jarenlang de art director van uh, Marvel. Dus dat betekende dat hij heel veel uh, licentietekeningen deed... Voor uh, producten zoals mokken en t-shirts en weet ik het allemaal. En hij uh, nou ja, is een van mijn favoriete Spider-Man tekenaars. Ik hou echt van die man's stijl. Ik heb ook een originele tekening van hem in huis. Dat is bijzonder. In 1989 was hij op de stripdagen. Toen heb ik hem niet ontmoet. Maar Junior Press was zo lief om uh, een tekening voor me te laten maken. En ik kon dus zeggen hoe ik hem toen wilde hebben. Staat in mijn boek, mijn vriend Spider-Man trouwens. En uh, dit vind ik gewoon een leuke foto van hem. En hij is ook met een pagina bezig hier. Nou, ja, fantastisch. Ik denk van uh, Thor. Thor zou te zien. En nog meer, in de Inferno. Ghostbusters Meets X-Men. Wat ik had namelijk. Eigenlijk ging het stuk over hoe het Inferno-evenement waarvan Marvel heel erg afgeleid leek van de Ghostbusters-film. Vooral de eerste. En uh, dat vond ik wel bijzonder en leuk om te melden. Dat heeft ook in Apple gestaan dit jaar. Dit is nog een plaatje daarvan. Nou, erg leuk. En ik, de Goblin Queen die we net in het vorige plaatje ook zagen, dat is haar ook hier. Het is door Mark Sulfesterie getekend. Madeline Pryor is een kloon van Jean Grey. Dat is geen spoiler. Deze strip is meer dan 30 jaar oud. En zij speelt een belangrijke rol in, uh, in Inferno. En wat kan Mark Sulfesterie lekker, lekker tekenen? Ah, heerlijke stijl. Wat hebben we als. Nou, hier hebben we nog eentje van de Goblin Queen, want ze is zo boos hier. Nou, dit is wel een mooie om te eindigen weer. Want ik wil deze vlogs niet te lang maken. Ik zou zeggen, op naar de volgende vlog. Op naar de volgende flashback. Laat me maar weten in het commentformulier of je dit waardeert. En, en wat je er leuk aan vindt. Ik vind het, heel, het is eigenlijk een soort dia show. Bijna. Zoals vroeger mensen die op vakantie waren geweest. En dit is een dia show door mijn stripplaatjescollectie eigenlijk. Misschien is het niet eens een flashback van 2020. Ja, dat is het ook. Maar het is ook vooral lekker kijken naar stripplaatjes. Dankjewel voor het kijken. Hou je goed. Stay safe.